Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het woensdag. Vandaag ben ik weer onderweg naar mijn werk. We gaan proberen om die folders of kranten, wat ik vandaag ook maar moet bezorgen, te bezorgen. En weet je wat echt vervelend was gisteren? De folders die ik moest bezorgen waren veel te dik. En dat maakte mijn fiets uit balans. Ik bedoel, mijn fiets kan zoveel gewicht niet houden. Ik bedoel, ik had zo'n dik 20 van die dikke folders in mijn tassen zitten. En de standaard van de fiets is te slap. En dan glijdt mijn standaard weg en heeft de fiets kans om te vallen. Dat is erg irritant. Terwijl ik mijn fiets gisteren probeerde neer te zetten tijdens het bezorg, ging ik in de hondenpoep staan. En toen werd ik nog kwader. Vervolgens bezorgde ik de rest van de folders. Ging weer terug naar een carré. En toen stuurde mijn pb'er de fiets naar de reparateur. Ik hoop dat mijn fiets beter presteert met een sterkere standaard eronder. Zou ik echt waarderen. En zo Knol viert kerst en oud en nieuw in het buitenland. En toen dacht ik zo van, hoe gaan jullie kerst en oud en nieuw vieren? Zelf blijf ik lekker thuis bij mijn ouders. En dan ga ik eten, leuke dingen doen, dat soort dingen. Hoe gaan jullie hun kerst en oud en nieuw vieren? Laat het me weten in de reacties. Helaas kan ik zelf niet op jullie reacties reageren vanwege technische moeilijkheden. En ik weet niet hoe ik die moet oplossen. Dus ik kan helaas niet op jullie reacties reageren, maar zet in de reacties hoe jullie kerst en oud en nieuw gaan vieren. En dan zie ik wel wat er verder gaat gebeuren. In ieder geval, ik vind het altijd wel even leuk om te weten hoe jullie kerst en oud en nieuw vieren en dat soort dingen. Dus daarom vraag ik dat soort dingen. Soms kom ik op internet wel eens van die mensen tegen die gewoon het bloed onder mijn nagels vandaan halen. Ze proberen me dan te trollen en doen dan hun best om een reactie uit me te krijgen. En dat kan hun best irritant zijn. Maar ik doe mijn best om die lui te negeren, ook al halen ze het bloed onder mijn nagels vandaan. Hebben jullie ook wel eens te maken gehad met iemand die het bloed onder jullie nagels vandaan haalde? Laat het me weten in de reacties. Zo, ik kreeg van de mensen hier op Carré dit coole kerstpakket. De teamleider zei dat ik hem thuis pas mag uitpakken. Kan ik mee leven? Dan is het tenminste een beetje nog een verrassing. Maar zo'n kerstpakket krijgen is altijd leuk. Ik bedoel, mijn vader die krijgt ook altijd kerstpakketten van zijn werk. Maar nu krijg ik ze eindelijk een keer zelf. En dat kan ik erg waarderen. Ja. Oké. Nu mag ik het kerstpakket openmaken, want ik ben thuis. Oké. Ja, het is de eerste keer dat ik een kerstpakket openmaak, dus geef me even de tijd. Zo, ja. Dat is 1 en dat is 2. Oké. Een coole nieuwe beker. En wat is dit? Een doos gelukskoekjes. En kerstkaart, een fles die leeg is. Een stuk lichtjes. Ja, inderdaad. En dit is borrelworst
Ik hou niet zo van worst. Een schrapertje. Ik weet niet waarvoor, maar goed. En dit is thee. Ik drink niet echt thee. En dit zijn vanille chips. Die wil ik misschien nog wel eten. En dit is toast. Oh, en dit nog. En hier nog iets. Baderij, even bij de leggers. Ja. Nog een papiertje. Ja. De boterham. En dit nog. Rombri. Dat wil ik ook nog wel. Maar in ieder geval. Dit is dus mijn kerstpakket. Ik hoop dat jullie het leuk vonden hoe ik deze unboxing deed. In ieder geval, tot zo. Ik heb net weer lekker Hotel Impossible gekeken. Het ging zoals gewoonlijk weer goed met het renoveren van het hotel. De bezetting is verhoogd, dat soort dingen. Viel me niet tegen zoals gewoonlijk. In ieder geval, ik ga nu weer wat dingetjes doen, dan ben ik zo terug. Zo, het is bedtijd, dus ik ga lekker slapen. Dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog, zodat ik meer digitale ruïne kan snuiven. En abonneer gelijk op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende vlog. En dat zeg ik nu zoals altijd. Later.